De snelste verbinding tussen Groningen en Duitsland. Over het water, over het land en via de rails gaat via hier, Bad Nieuweschans. Het landverkeer naar Duitsland gaat van oudsher over een smalle kleistrook tussen de Dollard en het uitgestrekte Bourtangermoor. Deze strategische doorgang werd vanaf 1628 bewaakt door de Nieuwe of Langakkerschans. Vanaf 1696 was de vesting ook met de trekschuit bereikbaar vanaf Winschoten en vanaf de stad Groningen. Dit is het Schuitendiep. Dat is omstreeks 1400 gegraven om het water van de Hunze naar de stad te leiden en voor de turfvaart vanuit de veenkoloniën. Hier waren een waterpoort en een klein landpoortje. Toen het diep werd doorgetrokken naar Winschoten, veranderde de naam in het Winschotendiep. Groningen-Zuidbroek was in 1628 de eerste trekschuitverbinding van de noordelijke Nederlanden. En 3 jaar later voerde trekschuit al door naar Winschoten. Op 1 mei 1868 werd de voor kooplieden zo belangrijke spoorlijn Groningen-Winschoten geopend. Winschoten kreeg een staatsspoorwegenstation in de zogeheten derde klasse. Dat geeft de grootte en de belangrijkheid aan. Maar net als elders kreeg ook hier in Winschoten de trein te maken met concurrentie van de bus. Sinds kort is hier in het gedeeltelijk herbouwde station Zuidbroek, dat is ook een station derde klasse, het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum gevestigd. En de eerste expositie die gaat over de spoorlijn Harlingen-Groningen-Duitse grens. In 1863 werd begonnen met het baanvak Harlingen-Leeuwarden, in 1866 gevolgd door Leeuwarden-Groningen. Op 1 mei 1868 reed de trein door naar Winschoten. En een half jaar later al naar Nieuweschans. Maar de verlenging naar Duitsland, dat had wat meer voeten in de aarde. Het duurde tot 1876 voordat de trein doorreed naar Ierhoven. Jan, het Nationaal Busmuseum in de Hoge Zand. Sommige mensen weten dat het nog in Winschoten zat. Sinds wanneer zit het hier? Zit hier sinds 2006. Is dit gebouw aan de productieweg in Hoge Zand aangekocht. We hebben hier in het museum 45 bussen staan. En in hal 3 staan nog 15 bussen die wij in de verhuur hebben. En daar is een aantal bij die ook in Groningen hebben rondgereden. Ja, zeker. Dat is onder andere de Gado 4684, de Gado 8616 en de Cabrio. Het busmuseum heeft dus meerdere Gado-bussen. De Gado, dat is de Groninger Autobusdienstonderneming en die werd in 1924 opgericht. En in 1938 overgenomen door de Nederlandse spoorwegen. En dat verklaart ook de kleuren. Want toen werden ze, net als de treinen, groen gespoten. Zoals deze bussen. En later, toen de treinen geel werden, werden ze geel. Nou, de lijn naar Zuidbroek en Winschoten hoorde bij de eerste Gado-lijnen. De sterk uitbreidende Gado nam op den duur ook deze oude locomotievenloods in Nieuweschans in gebruik als busgarage. Maar deze werd natuurlijk gebouwd voor locomotieven. En dat gebeurde in 1876-77, toen de verlenging van de lijn naar Duitsland een feit was. En nu is de treinverbinding tussen Groningen en Duitsland weer helemaal actueel als Wunderlinie. Met in de toekomst plannen voor een sneltrein naar Bremen.